In de volgende opgave krijg je de lengte en de breedte en de diepte van een stuwmeer dat afgesloten is door een dam en wordt gevraagd om de hydrostatische kracht te berekenen op de bodem van het stuwmeer en op halve hoogte. Je kan de gegevens noteren, hoogte 80 meter. Het meer is gevuld met water, de massadichtheid van water 1000 kg per kubieke meter. En dan moet je de hydrostatische druk berekenen op 40 en op 80 meter. Je vult de gegevens in de formule. Voor 80 meter wordt het 1000 kg per kubieke meter, maal de zwaarteveldsterkte 9,81 newton per kilogram, maal 80 meter. Rekening houdend met de beduidende cijfers bekom je een hydrostatische druk van 7,8 maal 10 tot de vijfde pascal. Wil je het gaan berekenen op halve hoogte, dan kan je uiteraard opnieuw de gegevens gaan invullen of de formule, of je gebruikt je gezond boerenverstand en je merkt dat enkel de hoogte gehalveerd wordt. Met andere woorden, je gaat die 7,8 maal 10 tot de vijfde pascal gaan delen door 2 en je bekomt een druk van 3,9 maal 10 tot de vijfde pascal. Als je de kracht moet gaan tekenen, een kracht is een druk maal een oppervlakte. De oppervlakte is in beide situaties hetzelfde. Dan zal de kracht op 40 meter diepte de helft zijn van de kracht op 80 meter diepte. Je ziet dat ook als je de vectorpeil tekent. De vectorpeil op 80 meter diepte is dus dubbel zo lang als die op 40 meter diepte. Een dam is onderaan breder dan bovenaan en deze berekening verklaart waarom. Hoe dieper je gaat in de vloeistof, hoe breder, hoe groter de druk en de kracht wordt op de dam. Met andere woorden, hoe breder de dam moet zijn om die druk en kracht te kunnen opvangen. En de laatste vraag, als we dat meer langer gaan maken, 1,5 kilometer, moet er dan een verandering zijn aan de dam? Uiteraard niet, want de kracht en de druk hangt enkel af van de hoogte van de vloeistofkolom, van de soort vloeistof en van de zwaarteveldsterkte. De kracht hangt ook nog eens af van het oppervlak, maar al die factoren blijven ongewijzigd of dat stuwmeer nu 900 meter lang is of 1,5 kilometer lang is. Een walvis ondervindt een druk van 7,6 bar in zeewater, wat een massadichtheid heeft van 1030 kg per kubieke meter. Bereken de zwemdiepte en de kracht op zijn staart, die een oppervlakte van 1,7 vierkante meter heeft. Het eerste wat je moet doen, de gegevens noteren. 7,6 bar is de druk, dat is de totale druk. De druk uitgeoefend door het water en door de atmosfeer. De massadichtheid, 1030 kg per kubieke meter en de oppervlakte. Gevraagd wordt om de hoogte en de kracht te berekenen. Bij de formule moet je opletten, je moet de totale druk berekenen. Totale druk is dus de atmosferische druk plus de hydrostatische druk. De atmosferische druk, die ken je van buiten, dat is 1013 hectopascal. Je kan eerst de formule gaan omvormen. Vorm je de formule om, dan wordt dat de hoogte gelijk is aan totale druk min atmosferische druk, gedeeld door het product van zwaarteveldsterkte en massadichtheid. Belangrijk, 7,6 bar, omgezet naar pascal, is dat 7,6 maal 10 tot de vijfde pascal. Omzetting van bar naar pascal, parate kennis. En 1013 hectopascal is hetzelfde als 1,013 maal 10 tot de vijfde pascal. Vul je die gegevens in, dan kan je die hoogte berekenen en bekom je een hoogte van 65 meter. Wil je de kracht gaan berekenen, dan moet je de druk die je bekomt nog eens gaan vermenigvuldigen met de oppervlakte. Ja, voer je die berekening uit, dan bekom je een kracht van 13 maal 10 tot de vijfde newton. Of 1,3 meganewton. Dan is de vraag, hoe komt het dat, ondanks het feit dat die druk zo immens groot is, die walvis niet platgedrukt wordt? Wel, walvissen bestaan voornamelijk uit water, wat niet samendrukbaar is, en walvissen hebben ook een zeer stevig skelet.